Hallo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Hoe heet het? Mama die is even een buskaart voor me halen of zo. En daarom ben ik nu even hier alleen. Ik heb net gewoon appelstroop en pindakaas vet dik gedaan. Dus echt heel gek. Maar wij gaan vandaag naar Omi. Mijn moeders moeder en mijn oma. Omdat zij is vandaag, maar ze was jarig. Dus we gaan naar de kermis even in de draaimolen. En dan gaan we nog in het restaurantje eten en zo. En dingetjes doen. Oma dingetjes doen. Taxi zit de hele tijd te zeuren voor eten. Taxi wil nou echt eten. Nee, dacht het niet. Naar starting. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met de hardloop. Woehoe! Goedemorgen, deze woensdag. We gaan lekker op pad vandaag. We gaan naar... Heb ik al verteld. Mijn moeder, naar Omi. Heb ik al verteld allemaal. Oké, is goed. Dan hoef ik niets meer te vertellen. Dan ga ik nu nog even een broodje eten en dan ga ik kijken hoe laat de bus gaat. Kijk. Ik heb het koud. Ik ben in eeuwigheid niet in de metro geweest. En Yola is voor het eerst in de metro. Nou, vroeger was het niet zo mooi. Dit is de eerste keer dat Yola dat heeft gezien. Wat? Yola zag een mevrouw voor een raam. Een body? Er stond ergens body. Body stond er. Hey, Yola! Oh my god. In het reuzenrad voor de verjaardag, maar dit is iets lekkerder met de cake. Nee. En het is ook een beetje eng. En dat was ook een beetje eng. Dit is niet eng hoor, echt niet. Nee. Dit is eigenlijk nog beter dan het andere ding. Ja! Oh, kijk of ik mijn huis zie. Wow, dat ding gaat gewoon hier voor langs. Jezus. Wil je van de Linde ijsje? Die ene, de allerlekkerste ijs van de wereld. Oh ja, zeker. Als je mij vraagt, zeg man ja. Dan hoef je niet eens te vragen. Nou, laten we maar lekker shoppen. Ik zit wel goed hier. Oké. Okay. Even kijken hier bij deze tweedehands kleding. Vet. Hallo. Nee? Nee, denk het ook niet. En dit soort dingen zijn inderdaad heel erg leuk. Ik kan hem maar niet vinden. Zo, we zijn eindelijk bijna bij mijn moeders huisje aangekomen. En waar komen we weer lang? Mijn oude basisschool. De Teertijsschool. Appeltaart. Appeltaart. Ja, ja! Ja! Het lijkt net een echt broertje. Het hoofd gaat wel helemaal heen en weer nu, joh. Ja, omdat ik nu de hele tijd denk van Met een echte baby ook, hè? Met een echte baby valt het hoofdje helemaal naar achteren. Die moet je goed ondersteunen. Zo, so, we are on the way back home. Let's go back home. We hebben even gezellig taart gegeten bij mijn moeder. En ik heb nog stengels meegekregen. Lekker. Maar geen kaasstengels, alleen zoutstengels. Dat was wel even gezellig.
En leuk om even in dat ding te gaan met mijn moeder. Ja. Ja. Dus, nou. Dat was een leuke dagje. We gaan hier naar de bus. Naar wie? Naar wie? Naar Bar. Yay. Even langs Victoria's Secret. Oeh. Die zijn zo leuk. Oeh. Zo, back on the bike. Even snel boodschappen doen voor vanavond. Weer last minute. Niet echt gedaan voor veel dagen deze week. Dus. Ik heb eigenlijk alleen aardappeltjes nodig. Helemaal naar de supermarkt voor aardappeltjes. Handig gepland weer Dies. Fiets wel, dus toch nog sportief. Ja, dus dan boeit het ook eigenlijk niet. Maar het is even lekker aan het koken. Ah, dat is toch lief dat je kookt? Ja, maar niet in dit outfit. Hoezo? Je hebt gewoon je badjas aan over je kleding. Oh, ja. Wat maakt dat nou uit? Het is gewoon helemaal op ja. De weekse dag. Als je het koud hebt. Ja, maar kijk, daaronder ben je toch een soort van naakt. Dus het is logisch. Laat even mijn buik spreken. Heel raar. Voor mij mag je dit wel elke dag aan. Ik vind het zo lekker zacht. Ik doe het gewoon voor jou, schat. Ja. Jij bent zwanger, jij hebt gewoon zachtigheid nodig. Ja, dit hadden we toen gekocht bij de Primark voor dat Playboy feestje. Chill modus. Groot gelijk heb je. Kapitein Onderbroek en herfstvakantie. En chillen, wat wil je nog meer? Met rust gelaten worden, hè? Oh. It's been a freaky kind of day. I can see you talking. Could be ancient Latin verbs, I'm concerned. Freaky kind of day. Het ding blijft niet staan. Ja, die pootjes van mijn statief zijn lui geworden. Dus die kunnen niet meer. Wil je een pootje van je statief? Ja, ik ook. Ik lag gewoon alweer tijdens een kinderfilm kijken met Jola om 8:30 s'avonds. Te pitten. Te pitten? Ja. En ik heb nu ook zo'n moment van, wow, ik wil gewoon meteen door naar bed. En het is nu 9:00. Ja. Maar goed, dat ga ik straks dan ook maar lekker doen. Morgen hebben we een drukke dag. Want dan gaan we veel te veel dingen doen op één dag. Ik weet nog niet zeker of het allemaal gaat lukken. Maar als het goed is, gaan we naar Babypark. We gaan naar de carpet ride om te kijken voor een nieuw vloer. Want boven gaan we dus overal een nieuw vloer. Oh, we moeten trouwens nog opmeten ook. Ja. Voordat we daarheen gaan. Voordat je het zegt, zou ik vanmiddag aan bedenken. Zet het dan eens eventjes, schrijf het even op. En dan daarna gaan we nog naar een PR-eventje van Noppies. Dat komt ook wel mooi van pas, want dat vind ik leuk om te zien. Aangezien die kleding nu voor mij echt heel erg van toepassing is. En dan gaan we naar de IKEA! Kijken voor een bed voor Jol. Kunnen we haar even een beetje voorbereiden op de kamer die ze gaat krijgen. En een beetje kijken voor spulletjes en zo. We will see. Oké, dankjewel voor het kijken voor vandaag. En abonneer hier. Het is gratis. Doei! Later.